Ik verklaar hierbij de openbare hoorzitting over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend. Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter, achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat, de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat er een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station. Daarnaast heeft die formule ook nog iets anders. Kiezen voor een bepaald talent wat we in Nederland willen invoeren. En dat is, dacht ik, het allerbelangrijkste, want dat heeft Nederland een naam gegeven over de hele wereld. Daardoor zijn Nederlandse topgroepen, dat zijn tenminste nu topgroepen, zijn wereldberoemd geworden en staan erg hoog op Amerikaanse hitlijsten. Aldus Rob Oud, Veronica's programmaleider. Op het Binnenhof waren de eerste platgedrukte fans net verzorgd toen binnen in het gebouw van de Tweede Kamer de heer Wagenaar van de NOS zijn betoog hield tegen de piratenzender. Piraten zijn nu eenmaal oncontroleerbaar voor een staat. Er kunnen altijd nieuwe komen. Winst maken is immers aantrekkelijk. En zij doorkruisen dus de conventie van Kopenhagen, welke conventie door onze regering nu eenmaal is aanvaard. En ze verstoren daarmee het Europese radiobeleid. En het is zo dat de wettige omroep bepaald belang heeft bij het feit dat de piraten verdwijnen. Uit de duizendkoppige massa maakte zich een auto met artiesten los die hun sympathie met het popstation kwamen demonstreren. Aan Tweede Kamervoorzitter Vondeling boden zij een petitie aan bij monden van voetbalscheidsrechter Frans Derks. Namens iedereen in Nederland geloof ik te kunnen zeggen dat u als voorzitter van het parlement gewoon ook uw steentje bij kunt dragen om Radio Veronica te brengen. Mag ik deze petitie overhandigen? Ja. Dank u zeer. Ik zal hem overhandigen aan de leden van de commissie. Wilt u zo vriendelijk zijn om door te lopen en naar het Malieveld te gaan, anders wordt het in een chaotische toestand. Zo verliep een bewogen dag in het leven van tienduizenden Veronica-aanhangers, wie harte wens op de hoorzitting onder andere onder woorden werd gebracht door zangeres Corrie, vroeger van de Rekels. Daarom vraag ik u één ding, laat Veronica blijven. Voor u, voor mij en voor het hele Nederlandse volk. De beslissing is nu aan het parlement. Ja!